Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag zijn we aanwezig bij de Dutch Open Eventing Masters. En ik heb naast mij Chantal Musketier, marketing en communicatiemanager voor Dutch Open Eventing. Hele mond vol. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag crossrijden. Dus het is eigenlijk al de derde dag van ons evenement. We hebben 2 dagen dressuur achter de rug. En vandaag is de meest spectaculaire dag. De crossdag. Dus de 3- en 4 sterrenruiters starten vandaag op een parcours van ongeveer 4 kilometer met tussen de 30 en de 35 hindernissen. En die gaan ze in een zo goed mogelijke tijd afleggen. Spannend. We hebben net al een paar hindernissen gezien. Ik vond ze eng. Ze zijn spectaculair. Zeker. We hebben een hele goede parcoursbouwer die straks daar allemaal zelf dingen over gaat vertellen. Maar hij weet als geen ander om zowel ruiten als paard uit te dagen. En om toch een spectaculaire parcours neer te zetten. Maar ook ervoor te zorgen dat het paard wel zijn hoog in het vaandel staat. Nou, we gaan er naar kijken. Ik denk dat Corona gewoon thuis laat voor dit soort dingen. Nou, wie ben jij? Ik ben Jordi Wilker. Ik rijd vandaag 4-ster. Ik ben eventingruiter. Sinds kort mijn eigen YouTube kanaal natuurlijk. En jullie hadden een aantal vragen voor mij, had ik begrepen. En welk YouTube kanaal heb je dan? Ja, ik heb natuurlijk gewoon Jordi Wilke en dat heet Eventing Live. En zo proberen wij de ins en outs van eventing te vertellen en te vertellen wat ik doe op wedstrijd. En een beetje in het dagelijks leven natuurlijk. Dus combinatie van humor en serieuze zaken. Oké. Wij mochten de ruiters niet interviewen, ja. Omdat ze gefocust moesten zijn of gefocust zijn op het parcours. Ja. Maar waarom ben jij dan niet gefocust? Of wel gefocust, maar dan op een andere manier? Ja, ik doe het op mijn eigen manier, denk ik. Ik ben niet iemand die zich heel erg terugtrekt en in zijn eentje in de caravan de cross nog helemaal door gaat nemen. En nee, dat is niet zo mijn ding. Ik ben graag onder de mensen en ik wil ook graag het parcours nog wel bekijken, maar ook gewoon ontspannen zijn, zodat ik hopelijk in mijn eigen flow lekker de cross kan beginnen. Ik weet nog wel toen ik voor het eerst met Henja een springproef ging rijden. Nou, ik zat helemaal met trillende vingers, knikken in de knieën. Oh, gaat dit lekker? Ja, nee, dat snap ik echt heel goed. Maar natuurlijk, hoe vaker je het doet, hoe normaler het wordt. Dat is waar. Het is een kwestie van doen. En het is natuurlijk nu volgens mij 10 uur of zo en ik moet om 3:15. Dus ja, ik heb ook nog wel heel lang de tijd. Hè? En ik moet wel iets spanning opbouwen, want een klein stukje gezonde spanning is heel belangrijk, want dat houdt je scherp. Maar je moet zorgen dat die spanning niet te veel wordt, want dan verstijf je weer. Dus dat is heel belangrijk om daar een soort balans in te vinden. Ja, gelukkig tegen je het allemaal voor, maar anders was het me niet gelukt. Ja, maar daar hebben we allemaal wel eens last van dat de paarden ons moeten helpen hoor. Nou, Rebecca die dacht dat je in dit soort crossen dus ook gewoon een B-proefje moest rijden van de KNS. Maar hoe werkt dat nou? Nee, wij doen zonder zadel. We houden het van. Nee, grapje. Wij hebben een dressuurproef en in de 3-ster bijvoorbeeld, dat is hier de lagere klasse natuurlijk. De lagere klasse. Ja, het is heel hoog, maar hier de lagere klasse. Daar heb je wijken in zitten, er zit contragalop in, eenvoudige wissels, er zit ook schouderbinnenwaarts in. Dus het is een beetje richting het set 1. Ja. En er zit zelfs appiëren in, dus er zitten eigenlijk alle set 1 oefeningen zitten er wel in. En dan in de 4-ster zitten ook de vliegende wissels, dus dan kom je meer richting het set 2. En dan komen de oefeningen wat sneller met een zigzag appliment en dat soort dingen. Dus dressuur is nog best serieus bij ons. Zo werkt dat, Rebecca. En als je dan een springparcours moet doen, hoe hoog is dat dan? De 3-ster is 1,20. Dus dat is ook wel zo'n M springparcours, dat is nog wel reëel. En de 4-ster is weer 5 centimeter hoger, dus 1,25. En vaak zijn de springparcours heel technisch, best wel lang. Dus zeker na de cross is dat wel een hele grote klus voor zo'n paard en ruiten natuurlijk. En waarom is het zo bijzonder? Omdat je hebt internationaal heb je langere wedstrijden. Je hebt dus 3-ster kort en lang. Daar zit een verschil van lengte in de cross en een aantal sprongen en uithoudingsvermogen test. Dus groter is, daar is het springen altijd naar de cross en in een korte wedstrijd zoals hier mag de organisatie zelf bepalen of ze het springen voor of na de cross doen en het is vaak om te checken hoe fit komen die paarden uit de cross, want we hebben nog eerst weer een keuring om te kijken hoe fit die paarden zijn en daarna pas het springen. Dus het is eigenlijk vooral een check van hoe fit is je paard en hoe goed kun je daarna nog springen.
Okay. Er zijn best wel paarden die voor de cross heel goed springen en na de cross gewoon veel minder, omdat ze dan die cross toch in de benen hebben. Ja. En dan ben je de hele tijd hard en snel aan het rijden en nou moet je weer netjes springen en in het rustige tempo genoeg omhoog komen. Oké. Okay. Wat vind je eigenlijk van dit nieuwe evenement? Ja, ik vind het heel mooi opgezet. Het is natuurlijk super locatie. Het is ook heel mooi gebouwd, de cross. Aan het begin wat slingeren. Dat is voor mij niet een voordeel met mijn grote paard. Aan het eind komen we wel heel mooi aan het galopperen. Maar accommodatie is natuurlijk super. Je hebt heel veel gelegenheden om te eten en te drinken. Dus ik denk dat het super mooi opgezet is. En ik heb diep respect als je zo'n evenement gelijk zo op kan zetten. Ik vraag me af, want hier is al 3 en 4 sterren. Ja. Maar waar is 5 sterren dan? Of is dat er überhaupt wel? Ja, 5 sterren is er wel. Er zijn maar een aantal wedstrijden van over de hele wereld. Er zijn er 2 in Engeland, 1 in Duitsland, 1 in Frankrijk en 1 in Amerika. Dus nergens in Nederland? Nee, maar ze hebben hier wel de planning om het volgend jaar te gaan doen. Dan hoef je niet zo heel ver te reizen. Nee, dat zou wel heel cool zijn. En dit is zeg maar het soort eerste evenement op dit niveau hier. En ze willen dat uitbouwen naar 5 sterren volgend jaar. Dus dat is wel super cool als je zo'n 5 sterren wedstrijd in Nederland hebt. Kun je dat ook doen? Nou, dat hoop ik wel. Daar gaan we vanuit. Als alles fit blijft, dan wil ik dat zeker doen. En je hebt natuurlijk ook nog 1 en 2 ster internationaal, wat na de Z komt. Dus je hebt 1 tot en met 5. Bij de 5 sterren cross, hoe kun je daar aan meedoen? Moet je dan eerst 1, 2 en 3 en 4 sterren gedaan hebben? Of? Ja, 1 ster is verplaatst eigenlijk. Dat is een soort gelijkwaardig aan een M-cross. Dat is een intro om kennis te maken met het internationale niveau. En daarna heb je een aantal winstpunten nodig in de M, 10 winstpunten. En dan kun je dus 2 ster gaan rijden. En dan moet je in de 2 ster ook weer kwalificaties halen. Dus zo noemen wij dat dan. Dat is hetzelfde als winstpunten. Je moet 3 crossen foutloos gereden hebben in de 2 ster. 2 korte en een lange. En dan mag je weer 3 ster rijden. En zo rij je jezelf, net als in de BLM eigenlijk, alleen dan in een andere puntentelling, rij je jezelf omhoog richting de 5 ster. En heb jij al genoeg punten? Ja, momenteel heb ik genoeg punten. Wie ben jij? Ik ben Leef Driessen. Ik ben 20 jaar oud. Ik rij eventing. Ik rij hier in Kronenweg de 4 ster. Vandaag gaan we de cross rijden. En het is een belangrijke dag. Nou, wij mogen dus met jou meelopen met de cross, maar wat ga je eigenlijk precies uitleggen? Ik ga uitleggen voor de mensen wat de sport precies inhoudt. Hoe wij zo'n cross lopen en hoe wij ons erop voorbereiden. En wat voor hindernissen wij aan het springen zijn hier in het parcours. Oké. Okay. Ja, in principe beginnen wij daar in de zandpiste met hindernis 1. Dan komen we hier meteen het grasveld op. Ik weet niet of jullie daar de 2 vlaggetjes zien. Daar staat een hindernis. Rood en wit. Rood en wit. Rood is altijd rechts, dat is heel belangrijk. En wit links. Dan komen we hier naartoe. Daar staan 2 wat smallere hindernissen. Ja. Ze hebben ook, wat ze expres doen als de andere klasse bezig is, halen ze de vlaggen van de hindernissen die niet gesprongen moet worden, halen ze eraf. Okay. Zodat wij als ruiters, er zijn ruiters die rijden beide klasses, dan is het wat makkelijker om je parcours te onthouden. Dus het lijkt mij het beste dat we gewoon daar beginnen en naar het hoofdterrein toe lopen. Ja. De eerste 3 hindernissen zijn echt hindernissen om opgewarmd te worden voor de rest van de combinatie in de cross. En als je dan een fluitje hoort, betekent dat er een ruiter aankomt. Dus moet je even goed kijken waar ik ga staan, dat je aan de kant komt, dat het niet te ver gereden wordt. Want ja, we gaan met snelheden tussen de 40 en 50 km. We komen dus uit de zandpiste, dan hebben we daar een hindernis. Dit is hindernis 3. Zoals je ziet, de klasse die nu begint is de 3 ster, dus dat is die hindernis. En de 4 ster is de andere hindernis. Nu zie je nog niet heel veel niveauverschil, maar dat komt omdat in het begin het allemaal gewoon nog wat makkelijker is. En dadelijk verderop zul je goed het verschil zien tussen de 2 klassen, dat eentje wel echt moeilijker is dan de andere klasse. Je ziet overal de bordjes met de nummers op staan. In dit geval is rood de 3 ster, zwart is de 4 ster. Okay. Het is niet dat het elke wedstrijd dezelfde kleur is, maar het is gewoon onderscheid houden zodat de ruiters weten welke hindernissen ze moeten springen. Dus voor de 3-sterde klasse die nu begint, die hebben gewoon 2 hindernissen achter elkaar. Gewoon mooi recht achter elkaar, zodat ze de eerste combinatie wat makkelijker door kunnen komen. Dat heeft ook gewoon te maken met dat ze in het begin altijd wat moeilijker bouwen, zodat je later in de lijn de moeilijke lijntjes krijgt. De 4-ster die heeft deze hindernis. En dan moeten we naar de zwarte B, zoals je ziet. Ook gewoon nog mooi in een rechte lijn. Maar je ziet wel dat in de 4-ster dus iets hoger en iets breder hier in het begin. Maar voor ons is het eigenlijk een vrij simpele combinatie om even nog door te komen. Mag je ook inhalen hier? De regel is in principe, maar het gebeurt bijna nooit, dat als iemand zo
veel fouten krijgt in het parcours dat de achterligger in de buurt komt, dan moet de voorligger die de fout heeft gemaakt de achterligger bij laten gaan. Dus we gaan daarna worden geholpen. Maar wij starten ongeveer elke 3-4 minuten en de cross is 5-6 minuten lang. Dus het komt niet heel vaak voor dat dat gebeurt. Het is het watercomplex. Dat is voor het publiek altijd wel het meest spectaculaire punt om te kijken. Er gebeurt ook over het algemeen het meeste qua fouten van de ruiters. Dit is de drie sterren. Kun je het zien aan het rode plaatje weer. Die springen hier door het gat het water in. Daarna moeten ze rechtdoor naar de smalle hindernis. En daarna op drie gelopsprongen naar nog zo'n smalle hindernis in de bocht. Dus dit is wel een serieus eerste moeilijke combinatie voor de drie ster. De vier ster heeft ook een gat zoals jullie kunnen zien. Omdat vier ster is daar het gat iets kleiner gemaakt wat het nog moeilijker maakt. Omdat je een kleinere doorgang hebt. Wij landen ook net als de drie ster kun je zien, die landen op het droge. Dus die landen niet direct in het water. Die komen eerst op het land terecht. En de vier ster die komen direct het water in. Zoals je ziet is deze doorgang ook veel kleiner. En wij hebben daarna ook 6A, 6B. Dus die moeten we ook in één in lijn pakken. Bij ons is de bocht naar links, het is een ander soort hindernis en hij staat ook korter op twee gelopsprongen. En overal... En wat doe jij zelf in de cross om het voor jezelf en voor je paard veiliger te maken? Nou, de ruiters op dit niveau die rijden al een aantal jaren mee, dus wij hebben wel verstand van wat we aan het doen zijn. We voelen onze paarden elke dag aan. Op het moment dat wij voelen dat het in de cross niet lekker loopt of dat het paard niet fit voelt, dan stoppen wij met de wedstrijd. Natuurlijk worden alle paarden continu gecheckt door de dierenarts. Ook aan de finish van de cross staat er een dierenarts. En de dag voor het afsluiten van de springen hebben we ook nog een veterinaire keuring waar ze kijken of het paard echt fit is om nog te lopen. Okay. En dan zit ze nog een klein beetje, ze is net weer uit de vierdaagse volgens mij. Alleen maar springparcoursje gereden. Dan is het weer één bestaansrecht, wist ie. Probeer het er even simpel te houden. Nou. Waarom kan je zo? Nou, je ging niet echt heel elegant over een hindernis heen. Nee, dat klopt. Ja, ik weet het niet. Hij was een klein beetje afgeleid. Maar ik heb altijd geleerd, beter lelijk erover dan mooi er langs. En ik heb het gelukkig in werking kunnen stellen. En ik ging tussen de vlaggen door en uiteindelijk gaat het daarom. En ja, soms heb je gewoon een hindernis dat niet loopt zoals je plant. En dan moet je dat opzien te lossen. En ik denk dat goed gelukt is. Ja, je hebt de rode vlag, dus de vlag die aan de rechterkant zit, die heb jij daar die in het paard, of jij niet, die heeft hier afgelopen en ook een strafpunt. Nou, het zit zo als 80% van het lichaam van het paard binnen de vlag is, dan krijg je daar geen strafpunt voor. Sorry? Bij jou was het. Ja, maar er was meer dan 80% van het paard binnen de vlag. Snap je? Je moet binnen de vlag zijn. En kom je te veel aan de buitenkant, dan krijg je daar straffen voor. En tegenwoordig heb je misvlek, heet dat. Gewoon vlag gemist eigenlijk, alleen in het Engels. En dan krijg je daar dus 15 strafpunten voor. Maar omdat ik voldoende binnen de vlag was, omdat alleen mijn voet tegen de vlag aankwam, en dat is niet zo erg, krijg ik geen strafpunten. Handig. Hoe kun je heel snel die 80% meten? Ja, dat is allemaal nieuw sinds dit jaar. Maar dat doen ze bij heel veel wedstrijden met videocamera's achter de combinatie. En dan gaan ze die beelden terug bekijken en dan gaan ze dat analyseren. Oké, dus dan
80% van het lichaamsgewicht, 80% van het paard. Nee, van het paard. Dus het gaat om het lichaam. Dus de benen tellen zeg maar niet mee. Je moet alleen wel de hoogte van de hindernis springen. Dus jij zelf telt ook niet mee? Nee. Ja, uiteindelijk is het een beetje gek als ik zo ga een paard door de vlag, hè? Ja. Maar het gaat om het lichaam van het paard, dus zeg maar van staart tot hoofd zonder benen. Maar hoe ging het verder? Ja goed, ik kwam iets minder in mijn ritme dan de vorige wedstrijden moet ik zeggen. Maar hij pakte goed aan, ik heb lekker kunnen galopperen. Ik heb aan het begin iets tijd verloren. Daarom heb ik toen 9 seconden buiten de tijd gereden, maar dat was nog best snel. En we zijn gestegen naar plek 10, dus... Zo? Ja, dat dacht ik, hè. Had je niet verwacht, hè? Nee. Dus. Ja, jawel, tuurlijk wel. En hoe is het met je paard? Die wordt helemaal top verzorgd. Hij staat nu lekker in de spa, hij heeft mooi ijs om de benen, hij is lekker aan het eten, lekker aan het drinken, hij wordt gemasseerd. Hij heeft beter voor elkaar dan ik. Ja? En jij? Ja, nou, buiten wat je denk ik wel kan ruiken dat ik goed ben aan het douchen, gaat het prima. Oké, okay, heb jij dan niet gemasseerd en zo? Nee. Hoe voel je je aanbevolen? Shit. Weer gemist. Nou, wie ben jij? Hi, ik ben Janneke Woonzaaier en ik ben die Ventingruiter. Hoe oud ben je? Ik ben 22 en ik heb vandaag hier meegedaan. En op hoeveel paarden? Op 2 paarden. Cool. Ja. Hoe ging je zitten? Ja, het ging eigenlijk heel goed allebei. Met de eerste stond die 4e die ik als eerste reed. Die ging heel mooi foutloos binnen de tijd, dus daar was ik echt heel blij mee. Dus die staat nog steeds 4e. En die andere die... Want de laatste wedstrijd ging dat niet zo goed, dus ik had een beetje vertrouwen, dus ik ging weer stappen terug. En die was ook foutloos, die had wel een beetje tijdfout, maar dat was op zich oké. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden en liep ze heel fijn. Mooi! Ja. Wat vind je van dit nieuwe evenement? Ja, ik vind het echt heel mooi, het is echt super mooi opgezet. De faciliteiten voor de paarden zijn super, voor de ruiters is overal aan gedacht. Voor het eerst is het echt super knap dat er al zo'n mooi evenement staat. En ik hoop ook echt dat ze dit door kunnen zetten. En dat we eigenlijk echt een heel mooi groot evenement in Nederland gaan kunnen maken. Ja, volgend jaar willen ze misschien zelfs nog 5 sterren. Ja, dat zou echt super gaaf zijn. En ik hoop dat ik dat ooit een keer mee kan rijden. Zeker. En heb je al je punten om 5 sterren? Nee, nu nog niet. Om 5 sterren trein moet je 2 keer een lange 4 halen. Die heb ik nog niet gehaald. Dus of ik het volgend jaar haal, weet ik niet. Of ik hier al de 5 sterren kan rijden. Maar in de aankomende jaren daarna hoop ik. Sowieso een keer. Jouw vader bouwt natuurlijk dit parcours. Denk jij daar zelf ook aan mee of niet? Nee, deze keer heb ik daar helemaal niks aan meegedaan. Bij ons thuis af en toe nog wel eens, maar nu hier helemaal niet. Hier was een verrassing. Ik weet wel een beetje zijn stijl natuurlijk, wat hij thuis niet bouwt. En ik weet wel wat hij mooi vindt om te bouwen en zo. Maar ik heb hier niet aan meegedacht, nee. Oké. Okay. Ga jij zelf met de veiligheid van jou in je paard op? Nou, sowieso. Wij ruiters hebben natuurlijk heel veel veiligheid dingen aan. Als we gaan crossen, hebben we ons airjacket en boyprotector airjacket. Die zitten aan de zadel vast. Dus als wij vallen, dan ploft die en dan heb je een soort vest aan. Net als eigenlijk een reddingsvest. Dat is gewoon heel belangrijk. Daarbij had je cap. En voor de paarden is het gewoon heel belangrijk. Eigenlijk, om een fit paard te hebben is sowieso heel belangrijk. Als je niet een fit paard hebt, dan val je sneller of dan gebeurt het ook niet sneller. Dus sowieso een fit paard, daarbij altijd beenbescherming gebruiken. Daar hebben we ook nog bij eventing crème, dus van die crème op de benen. Misschien heb je dat bij sommige paarden al gezien vandaag. Zo'n witte crème. Ja, die witte crème en dat doen ze dan op zodat als een paard een been raakt, zeg maar de hindernis raakt met een been. Dan glijdt hij makkelijk verder en dan doet het hem geen zeer of krijgt hij minder snel wondjes. Dat is eigenlijk de hoofdzakelijke dingen die je kan doen qua veiligheid voor de paarden. Hallo, ik ben Gert Woonzaaier. Ik ben boerbouwer. Ik heb hier de cross gebouwd. Zo? Ja. Beste operatie om het zo te zeggen. Ja, dat is een hele klus. Dat mag ik zelf niet. En wat vindt u van dit nieuwe evenement? Ik vind het top. Ik vind het top dat weer nieuwe mensen opstaan om weer zo'n evenement van de grond te trekken in Nederland. Daar moeten we zuinig op zijn. En wat vind jij ervan? Ik vind het groot. Mooi hè? En ook voor de eerste keer vind ik het echt voor de eerste keer. Ja, de organisatie heeft het goed gedaan. U heeft Eventing Equipment opgezet en waarom? Wij hebben Eventing Equipment opgericht ooit omdat er een vraag was naar veilige en portabele eventing hindernissen. En aangezien wij thuis al evenementen organiseren voor die ventingsport, maken wij van die hindernissen. En vanuit het bouwen van onze eigen wedstrijden is eigenlijk eventing equipment ontstaan. Wilt u het meegedaan?
gereden. Wat vond u er zelf van? Ik vind dat ze goed gereden heeft. He, ze heeft fouten geprost met allebei de paarden. Eentje zelf binnen de tijd. En die andere had ze een paar weken terug een val mee gehad in de cross in Polen. Dus die heeft iets rustiger aan gereden, maar wel foto's gereden. Dus ik ben trots op haar. Heb ze weer goed gedaan. En heeft u nog iets leuks over Jan Janneke? Ja, hoeveel tijd heb u? Een leuke anekdote is van Janneke. Toen was ze denk ik een jaar of 7. Toen wilde ze cross training doen. En ik was nog wat anders aan het doen. En op een gegeven moment zie ik al dat ze in het terrein aan het rijden is met de pony. Klein schimmeltje, wel een kopje, stukken oortjes. Er staat een capje op, bodyprotector aan. En toen rees ze naar een dikke boom toe, die lag voor het water, was 90 centimeter hoog. Ze reden naartoe, maar die pony stopte natuurlijk. Janneke rolt eraf, de pony rent naar de stal, gaat de stal brokjes eten. Janneke boos, gaat de pony halen, rijdt weer naar de hindernis toe en gaat ervoor staan kijken. Ik ben hem naartoe gelopen, zegt Janneke, zit veel te hoog. Zegt pap, hij kan er overheen kijken, kan hij er ook overheen springen. Ja, dat is jammer. Over 90 centimeter heen. Ja. Ik krijg het wel arm als ik aan denk. Met 7 jaar. Ja, was ze 7 jaar. Hoe heb je het vandaag ervaren? Nou, ik vond het echt een hele mooie dag. Het was zonnig. Er was een hele mooie cross. Er waren leuke mensen. De meeste paarden zijn allemaal goed de finish overgekomen. Dat was het doel. Ja, dat is waar. En wat gaat er morgen gebeuren? Nou, morgen is de grote ontknoping van de eventingwedstrijd. Dus ze hebben natuurlijk donderdag en vrijdag dressuur gereden. Vandaag de cross, morgen te springen. En dan weten we echt wie er gewonnen heeft tijdens de Dutch Open Eventing Master. Okay, ik ook. Wie hoop je dat het wordt? Ik mag niemand voortrekken. Nee, maar ze zijn ik heb ze allemaal ontmoet en ik vind ze allemaal zo leuk. Dus, en misschien ben ik dan stiekem wel een beetje voor Nederland. Maar ja, ik heb er ook zeker Nederlander. Ja, maar goed, we zijn ook Nederlands, dus dat mag dan wel een beetje. Maar bijvoorbeeld Kelvin is ook heel leuk. Dat mag, toch? Heb je dit jaar geslaagd? Ja, ik vind het heel erg geslaagd. Ja, gisteren hebben we een beetje regen gehad, maar alle andere dagen waren echt heel mooi. We hebben leuke demo's gehad, we hebben leuke bezoekers gehad. We hebben een hele mooie cross neergelegd, een heel mooi parcours. En blije ruiters. Dus blije ruiters betekent dat het een geslaagde wedstrijd was. En droom je al een beetje over volgend jaar? Natuurlijk droom ik over volgend jaar. We hopen natuurlijk ooit een 5-sterren wedstrijd te worden. Wie weet. En ik hoop dat volgend jaar weer nog beter en nog mooier. En dat we nog dikkere ruiters erbij hebben dan we voor dit jaar al hadden. We hebben dit jaar een wijze mooie combinatie van talentvolle ruiters en ruiters die al zich bewezen hebben, zeg maar. Met deze startlijst. Dat we wel ons bewezen hebben dat we een evenement zijn wat blij. Okay. Ondanks dat het de eerste editie was. Nou, over de eerste editie, ik dacht dat jullie echt heel erg lang dat je dacht. Hoe kan je in één keer zoiets groots en moois neerzetten? Met hele goede mensen. Heel erg bedankt dat we jou vandaag mochten interviewen. En dan zie ik je wel weer. Jullie bedankt dat jullie er waren. Erg gezellig. Tot de volgende keer.